De kans dat de kermis in Schipluiden een jaarlijks terugkerend evenement wordt, lijkt klein. Een van de kermisexploitanten die alles in Schipluiden heeft geregeld, denkt dat de kermis eenmalig is. Hij was eerst erg positief. In het begin had ik nog een beetje positiviteit gezien in deze kermis, maar het is enorm rustig. Gisteren was heel slecht. En vandaag ook op de Eurodag is het niet druk. Hoe komt dat, denkt u? Ik denk dat ze de kermis hier niet zo leuk vinden, want gisteren was er training op het veld en was het enorm druk. En er waren bijna geen kinderen. Toch is niet iedereen negatief. Ja, leuk. Voor die kinderen is het natuurlijk superleuk. Voor die kinderen is het hartstikke leuk. En het is niet zo heel groot, maar ik vind het wel heel leuk dat ze het doen weer, zeg maar. Ze komen uit school, ze gaan eten, ze gaan gelijk weg omdat de kermis is. Ja. Positief. Het is leuk, het is gezellig. Houdt de kinderen op een leuke manier bezig. Het heeft wel zijn nadelen natuurlijk, maar daar moeten we met z'n allen een beetje goed mee omgaan. Van gokspelletjes, daar ben ik niet zo weg van. Maar zo met die botsautootjes, met die kinderen, het snoep en andere activiteiten op de kermis, gewoon leuk. Wat vind jij het leukste? Die en de botsauto's. Dat is wel hard, hè? Die wel, maar de botsauto's niet. Wat vond je het leukst? Botsautootjes. Daar hadden ze het meteen over toen ze verschrokken. We willen naar de botsautootjes. Nou, ze kan er net in. Yeah. En ze heeft dus de eerste tochtje al gemaakt. Want ze hadden het op school bekendgemaakt. Bent u misschien niet een weekje te laat vanwege de vakantie vorige week? De laatste tijd, als het vakantie is in het dorp, dan lopen dorpen toch helemaal leeg. En nou is iedereen op school, dus alle kinderen zijn in het dorp. En we hebben 400 vrijkaartjes weggegeven. En ik denk dat ik de achterrug heb, dus. Het is geen succes. Helaas. Voor degenen die de kermis willen bezoeken, tot en met vrijdag staan de attracties vlak bij de sportvelden aan de Tientweg in Schipluiden.